deze video leg ik uit hoe je de interior wood primer en undercoat moet verwerken. Interior wood primer is een watergedragen grondverf voor onbehandeld hout. Voordat je gaat schilderen is het altijd belangrijk om de ondergrond goed voor te bereiden. Zorg er daarom voor dat je de ondergrond altijd reinigt met een ontvetter. En daarna matteer je de bestaande verflaag of schuur je het hout lichtjes op. Maak de ondergrond goed stofvrij met een stoffer en een kleefdoek. Nu je de ondergrond hebt voorbereid, kun je gaan schilderen. Het voordeel van watergedragen grondverf is dat deze snel droog is en geurarm. Omdat deze primer zo snel droogt, kun je de lak al na 4 uur aanbrengen. De interior wood primer en undercoat is beschikbaar in 4 kleuren. White, mid, red en dark tones. Iedere kleur lak heeft zijn eigen kleur primer. Dus zorg dat je de juiste primer bij de juiste lak gebruikt. De verpakkingseenheden zijn 750 ml, 2,5 liter en 5 liter. Met 750 ml doe je ongeveer 9 vierkante meter, 2,5 liter doe je 30 vierkante meter en met 5 liter doe je ongeveer 60 vierkante meter. Als je het product op onbehandeld hout gebruikt, zorg er dan voor dat je het met 20% water verdunt, zodat de primer goed in de ondergrond kan trekken. Heb je nog vragen over interior wood primer en undercoat? Stel ze hier beneden, dan zal ik daarop reageren. Vind je deze video leuk? Geef het dan een like. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.